ben er allemaal rustig. Heeft een vuurwapen, heeft een vuurwapen. En dan zult u moeten lopen en hier iets voor regelen, ANWB ofzo. What the holy shit, hey, hallo. Prio 1 assistent collega, noodknop ingedrukt. Zullen we je vlieg wat laag geven? Lijkt mij. Hello, I would like to order a big macaroni with extra cheese, please. Excuse me, you've reached 911. Yes, I know. Nou, ik heb een goede reden om hier te... What the fuck? Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSP Duval en morgen. Vandaag ga ik op pad met de lichte motor. Ook lang niet gedaan en veel een verzoek van jullie. Dus ja, let's go. Geen bijzonderheden te melden. Dus dan kunnen we meteen beginnen met de noodhulp. Denk ik dan maar. Meteen maar eens de eerste melding. Zelf in de spand. Ik ben onderweg. Dat is verhoord. Officers proceed with caution. Een overval op een bank pinout, op een pinautomaat. Rechts voor ons staat iemand. Bijna allemaal rustig. Heeft een vuurwapen, heeft een vuurwapen. Hebben we een kenteken gecheckt? Ja, nee. Okay. Stoppen! Stoppen! 1202 OC, komen dan. Wapen laat de wapen vallen. Hey, luisteren. Laat. Blijf schieten. Oké, verdachte neer. Dat ging niet helemaal lekker. Nee, toch? Nee. Ja, niet echt een motormelding, maar ik had niet echt gedacht dat ze een... Ik dacht gewoon diefstal of zo. Misschien, ja. En. Maar dat skip ik gewoon allemaal. Wij zijn weer. Wij kunnen alles handelen. Bam, bam, bam. Zo, kijk eens aan. En wij weer. Nou ja, ik dacht misschien een gewoon diefstal of iemand die probeerde open te breken. Maar het was meteen weer schieten. En je mag vanaf je motor wel schieten, maar dat wilde ik eigenlijk niet doen. Ik wil omdat ze wegrennen, ik wil afstappen. Ja, toen schoot ze, toen moest ik weer even erin komen met schieten. Nou ja, dan krijg je die zooi. Maar dat is uit. Het was niet echt netjes. Het mag op zich wel, maar het was niet echt netjes. Ik ga het volgende kenteken voor u aantrekken. 62 XR Kilo Echo 511. Nu een platte band. De auto recht voor mij, rechts voor mij. Dag, hallo. Hi. Wat is met een voertuig gebeurd? Iemand heeft mijn banden kapot gemaakt. Oké. Ja, heb je daar aangifte of zo van gedaan? Nou, dat kan niet vragen. Nou goed, ik mag wel niet zo verder rijden. Ik ga het volgende keer tegen voor je 6, 9, Charlie. Ik wil wel even graag een rijbewijs. We beginnen met sturen. Ja,
Goed, je mag niet verder rijden. Ik ga hem voor u, anders gaat ze weer zelf verder rijden. Ik zet hem even hier op de parkeerplaats. Dat snapt ze toch niet als ik dat vraag. En dan zult u moeten lopen en hier iets voor regelen, AMB ofzo. What the holy shit, hey, hallo. Vriend, wat heb je met jou toe gedaan? Hey, waar is dat wijf hier? Hier komen. Stop! Police! Mij komen. No class. Wow, hold up! Get over yourself. Je bent ook te hebben of zo. Ik ben blij dat jij er niet was. Go on. Zie je dat? Dan ploft de auto. En dat bloed, dat is van mij omdat ik uit die ontplofte auto sprong. Dus los het je maar op. De brandweer is gelukkig al. Hoi, ja, die auto ontploft opeens en ik zat erin en doe je niet niks, want jullie rennen gewoon langs. Maar oké, okay, ciao ciao. Nou. Ja, ik heb nu stop de bed en dat is iets met veel uitgebreider zoals je ziet. Ik ga een waarschuwing geven. We gaan dat nog wel vandaag gebruiken. Dus ik ben daar maar niet bang voor. Unit 1, Lincoln 18. We have a person carrying a knife in Pillbox Hill. Suspect is female. Female, dat kan zij natuurlijk ook zijn hier. Maar dus, zij is het. Of niet. Oh, dat is een mes. Taser in dead. Staan blijven. Hey, staan blijven. Ik ben veel sneller. Kom op. Waarom kan ik één niet gebruiken? Oh, dit is dat dubbel één nu. Police! Stop whatever the hell you're doing! Mes laat te vallen, heel goed. Knieën. Hey, dat is wel handig joh. Dubbel E is dan meteen. Er zijn geen eenheden meer nodig. Meteen, je weet wel. Goed, je bent aangehouden. Hand op je rug. Kan je boeien. Klik, klik en... Kijk eens aan, joh. Dat is wel handig. Goed, ik ga een transportje deze kant op persoon aangehouden. Eén collega vraagt om een assistentie. Ik kan dan ook... Oh, oké, okay. Goed. 12:05, ik ben onderweg. Dat is gehoord. Transportje met spoed deze kant op, we hebben een melding, assistentie collega. Een collega heeft de noodknop ingedrukt. Hierzo, 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 hierzo. Ja, we kunnen het natuurlijk niet zo achterlaten, dus is nu meegenomen. Een assistentse collega, nou de knop ingedrukt, zoals ik al zei. Hier raakt een paniek die zilveren auto.
Die melding heb ik al eens gehad. Maar de man is uit. Want er zijn altijd mensen die de andere video waar deze melding al is voorgekomen nog niet hebben gezien. En deze wel gaan kijken. Dus in principe voor de mensen die natuurlijk al mijn video's kijken. Of veel video's kijken. Ja, die zullen denken van alweer. Misschien. Of jee alweer. En voor de andere mensen is het natuurlijk altijd een verrassing wat ik nu ga aantreffen. Dus we doen gewoon alsof we niks weten. Ja, collega neer jongens. Ambulance kan, ja, iedereen is zo mooi. Collega, hoi, alles goed? Stijf rustig op. Even bij hem zitten. Ja, kom maar. Goedemiddag, hé. Hey. Wat is gebeurd? Ik denk dat ik, of ik ben op mijn hoofd geraakt. Ze hebben me achter op mijn hoofd geslagen. Oké, okay, kun je nog iets herinneren? Nou, een zwart voertuig, maar ik... Niet het model, dat kan ik me niet meer herinneren. Oké, okay, nog iets? Nee, ik denk het niet. Oh shit, ze hebben een pistool ook gestolen. Oké, okay, dus de pistool is ook weg. Oké, okay, de ambulance is hierachter. Ga maar even daarbij kijken. Of ze komen naar jou toe. Goedemiddag meneer. Hallo. Kunnen we me iets vertellen waarom hij hierachter staat? Is dat illegaal of zo? Ik heb gewoon pauze. Oké. Okay. Heeft u iets raars gezien de afgelopen tijd? Ja, een vreemd voertuig stond hier achter geparkeerd. Waarom was hij vreemd voor u? Nou, het is alleen voor leveringen van voertuigen. Of van goederen. Dus ik heb hem nog nooit eerder hier gezien. Oké, kunnen ze zich herinneren hoe die uitziet? Ja, een Bullet. Oké, nummerplaat toevallig. Alleen tot het begin met 56G. Thanks. Oké, okay, bedankt voor de hulp hoor. In principe heb ik nu best wel veel informatie, maar ik moet natuurlijk de andere collega's ook, of de andere getuigen ook gaan horen. Goedemiddag mevrouw. Heeft u misschien iets gezien wat hier gebeurd is? Ja, ik zag hier een persoon raak kijken. Oké, okay, kunt u hem beschrijven voor me? Nee, ik ben mijn bril vergeten, dus ik kan helemaal niks zien zonder ze. Oké, okay, nog iets gezien? Ja, hij stapte in een Bullet en reed richting het noordenweg. Oké, okay, heeft u toevallig een nummerplaat gezien? Nee. Nee, hebben we niet. Oké, okay, bedankt voor de hulp hoor. En dan gaan we naar de laatste. Oh, daar is nog een ambu-collega aangereden, lekker man. Gaat hij hem nou helpen of gaat hij nou gewoon roken? Hallo, heeft u iets raars gezien in het gebied? Ja, een vreemd voertuig. Waarom was hij zo raar? Nou, het reed naar de achterkant. Maar waarom is het raar dan? Nou, omdat alleen omdat normaal alleen vrachtwagens heen rijden. Oké, okay, hoe zag hij eruit? Ja, een zwarte Bullet. Oké, okay, bedankt voor de hulp hoor. Ja, meteen via het... automatisch nummerplaat recognizen. De ANPR is meteen het voertuig gespot. Dus wij gaan zeer hoge snelheid deze kant op. We houden rekening met vuurwapens. En wat ik na deze opname even ga doen, dat zeg ik nu alvast. Ik ga niet meer tijdens doen, want ik zit weer een beetje in tijd, of weer. Ik zit in tijdnood en dat is niet dat ik nu alles heel gehaast ga doen en kortere video's ga maken. Maar ik kan het ook niet allemaal uitbreiden. Waarom ga je dan opnemen? Nou, ik heb al genoeg tijd, maar niet voor deze dingen. Wat ik nu wil doen. Is ook even een kogelwerend vest voor de motor erbij te pleuren. Want ik heb nu alleen een motorpak zo. Maar die hebben natuurlijk, of die hebben ze niet bij. Maar ze kunnen wel bij de andere eenheden, dus de politie-eenheden, politieauto's, kunnen ze een kogelwerend vest lenen bij vuurwapenmeldingen. En dat ziet er dan zo uit. Komt nu in beeld. Geen foto van GTA zoals je ziet, maar in het echt. Nou, dat, dus die moeten we ook even gaan gebruiken. Dus gewoon een kogelwerend vest, maar dan met een motorpakje. Want nogmaals, na de beschrijving van de collega, die zei van ja, dit is een zwart voertuig. En na de beschrijving van de persoon, de andere, die zei van ja, een zwarte Bullet met 5, 6, G.
Ja, heb ik. Voor de rest, ja, voor de rest weten we niks. En, dat is een bullet hier trouwens. Ja, die twee waren voor mij al voldoende om te denken van, nou, we kunnen in ieder geval best veel doorgeven. Het is niet de achterste, dus we hebben een zicht op de verdachte. Dat is verhoord. Ja, gaat er vanuit, dacht ik al. OCC, energie erbij, gaat verloren, graag de Zulu. En een voertuig, want wij zijn op de motor over. Zulu, je vliegt wat laag. Lijkt mij. Met de B-klasse hem echt uit het zicht gaat verliezen zoals nu en ook nog gaat remmen, ja dan ga ik toch echt even er langs. Kan ik nou een weg afzetten? Dat kon het ook alweer. Ja. Nee. Wat ben ik nou allemaal weer aan het doen? Ja. Rijdt alsjeblieft prio 1. Eén collega vraagt om een assistentie. Uitstappen! Uitstappen! LSPD, don't make me op knieën, welke verdachte mee gaat er geschoten worden? Gelukkig, ze rennen niet meteen weg. Ik ben toch bezig met er... Dat is best wel veel handiger. Hey, even... Goed zo. Je ziet nu ook... dingen die je opvalt. Ze heeft heel trillende handen. Dat kan natuurlijk een reden zijn omdat ze... ja, er vandoor gaat, aangehouden gaat worden. Bla bla bla. Heeft hij iets illegaals bij u? I'm a good citizen. U heeft zojuist een collega neergeslagen en zijn vuurwapen afgepakt. Dus dat lijkt me niet helemaal. Ik ga even fouilleren. Ja. Omdat ik wil weten waar ons vuurwapen is. En met ons bedoel ik die van mijn collega. Ze heeft ook geen, nou dat staat er ook bij zie ik, verder geen licentie voor een wapen. En, zeg snel, een, iets met, ik weet het niet meer joh, dat is wat erg, dat is echt zo'n standaard zin die je elke dag gebruikt. Ja, een licentie kan wel, maar dat bedoelde ik niet. Dat, dat zei ik laatst ook al. Altijd als ik in opnames weet ik, dan kom ik niet meer uit mijn woorden. Dan weet ik niet meer welke woorden ik wil gebruiken. You're just one of those fringe people, aren't you? Een wapen, denk ik. Vergunning, wauw. Dat heeft ze niet voor een wapen te hebben. We gaan even kijken of ik nou gewoon de auto via haar nog steeds kan doorzoeken. Dat kan ik. Ik ga toch kijken of ik dat vuurwapen ergens kan vinden. Anders moeten we dat bij de recherche gaan doorgeven of zo. En dan gaan ze gewoon een zoektocht door de... Door de stad en de route die we hebben afgelegd gaan ze dan kijken. Would you like to listen to the 911 call, secretary? Hello, I would like to order baked pepperoni with extra cheese, please. Excuse me, you've reached 911. Yes, I know. Oh, and two cans of soda. Ma'am, do you have an emergency? Yes, I do. And you can't talk about it because of someone in the room? Yes, exactly. Are there any weapons in the house? Yes. Do you also need medical attention? Is somebody hurt? Yes. Do you know how long it will be? I have an officer about a mile away. I'll send it right away. Yes, please. Can you stay on the line with me? No, thanks.
I hope we'll get here soon. Alright, the officers are coming. Okay. Ja, jullie hoorden het. Voor de mensen die absoluut nog geen Engels kunnen. Dit was een echt 1 en 2 belletje, denk ik. We hebben wel Rio 1. Ja, in ieder geval een meisje belt. 1 en 2, 911. In Amerika was dit. Omdat een persoon... omdat ze een pizza wil bestellen. Nou, dit kun je bijvoorbeeld doen. Stel dat je nou... ja, weet je, dat gaat jullie allemaal niet gebeuren. Maar stel er is iets en je kunt niet 1 en 2 bellen. Dan kun je zeggen van laten we pizza bestellen. Nou, dat ga ik allemaal niet uitleggen. In ieder geval, ze belden een pizza. Of ze belden belde de pizzeria. Maar eigenlijk belden ze echt 1 en 2. Maar de verdachte denkt dat ze een pizza heeft besteld. En gezegd van ja, kan ik een pizza krijgen? Zegt die gast van de meldkamer van de politie. Ja, maar u belt 1 en 2. Zegt ze, ja, ja weet ik. Kunnen we ook nog twee blikjes frisdrank erbij krijgen? Zegt hij, oké, is er een noodgeval? Zegt mevrouw ja. Oké, is er iemand gewond? Zegt mevrouw ook ja. Zijn er wapens? Zegt mevrouw ook ja. Vervolgens zegt hij, oké, de collega komt eraan. Kun je aan de lijn blijven? Zegt die mevrouw van nee, kan ik niet. Ik hoop dat de pizza er snel is. Nou, en zo zijn wij opgeroepen en de ambulance staat standby hier. Wij gaan de woning benaderen. Het ziet er allemaal rustig uit. Ik hoop dat meerdere noodhulp eenheden onderweg zijn hoor. We gaan aan kloppen. Klop, klop, klop. Hallo. Je had gebeld. Heeft je 1-2 gebeld? Ja, hij is in de woonkamer. Why is it taking so long? Just one more minute. He's drunk and he's scary. Usually carrying a gun. Okay. Appreciate it. We zijn met spoed een naar deze kant op. Eén collega vraagt om uw assistentie. Oké, we gaan... ik ga al naderen. Goedendag politie, hand laten zien. Hey. Hi. Politie. Wat ben jij in godsnaam hier aan doen, zegt hij. Laura, nu hier naartoe komen. Nee, ze komt niet. Moet dat dan? Waarom ben je hier? Nou, we hebben een melding gekregen van huiselijk geweld. Huiselijk geweld? Ga weg hier. Hij is niet met... Ja, blablabla. Nou, ik heb een goede reden om hier te... What the fuck? Krijg wat vriend. OC is schoten gelost, wapen veiliggesteld, ambulance is kant op. Volgt hier in eerste instantie een bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagens. Medical aid requested. Collega's zijn ook ter plaatse. Officers report a civilian shot and ambulance requested. Rockford Hills. Even kijken, naar die kogel, die lijkt me daar naar binnen te zijn gegaan, onder mijn spreeksleutel, maar hij lijkt me ook naar buiten te zien, naar buiten te zijn gekomen. Maar het is allemaal via het vest gegaan en dat is een beetje onlogisch, want als hij hier naar binnen is gegaan, je ziet ook echt wat grijs en geen bloed, maar hier eruit, dat is dan weer onlogisch. Of heeft hij met mijn rug geschoten, ik weet niet of ik nou draaide of iets. In ieder geval, we zijn niet geraakt. Ambulance is onderweg en daarna, ja, gaan we het allemaal zien. ...200 meter uit voor de ambulance. Hopelijk komen ze wel gewoon naar binnen. De melder is trouwens veilig opgevangen door de ambulance. Dat zagen jullie al in beeld, heb ik misschien al gezegd. Ja. En dan denk ik dat ik jullie ga bedanken voor het kijken. Ik heb eigenlijk geen idee hoe lang ik nu bezig ben geweest. Ik heb eigenlijk ook geen idee of ik nou... ...deze video... ...of hoeveel melding ik nou heb gehad. Ik denk er maar 3 eigenlijk. Oké. Zullen we er gewoon een eentje doen? We doen er gewoon een snel eentje. Want ik heb echt het gevoel dat ik maar twee meldingen heb, of 3 meldingen heb gedaan. En waarvan er eentje gewoon een heel lange rit was. Dus we gaan naar een verwacht persoon. Een Prio 1 melding ervan is ervan gemaakt. Blauw gaat uit.
Heeft hij, heeft een mes. Oké, hij heeft een mes. Kan ik met hem praten? Ik hou in ieder geval mijn taser even gereed. Goedendag, politie. Wat heb je vast, vriend? Hallo. Wow, hold up! Even daar blijven staan. Ik wil gewoon even met je praten. Je mag gewoon even je mes laten vallen. Ja? Wait up! Even rustig aan doen. You dick! Gewoon even met je praten, jongen. Oké, okay, ga niet luisteren via deze manier. Moeten we even dubbel E op hem doen. Laat eens een mes vallen als het goed is. Dan wil ik naar achter. Hij luistert niet. Kun je me horen? Praat je Nederlands? Nou, nu praat ik sowieso tegen een computer. LSPD! Hij staat toevallig in. Kom op. Op knieën zitten. Ik ga je helpen. Ja? Niet raar doen, want dat doet pijn, die taser. Oké, hij was ontsnapt uit een psychiatrische inrichting, dus daar hou je altijd even rekening mee. Nogmaals, we kunnen nu wel heel... heel... Wow! Deze persoon heeft twee persoonlijkheden hier. Er zijn geen eenheden meer nodig. Als het goed is, lopen ze nu dus met je mee. Dat is wel beter, ja. Dat is allemaal een beetje wat ik al kon. Kijk, je pakt ook zijn arm zo vast. Allemaal een beetje wat ik kon. Kijk, we gaan nu, ik ga de minuutjes gewoon even laten zien. Je kunt hem dus vragen stellen. Je kunt hem laten blazen. Dan hoef je dus ook niet meer met shift O en control O of wat ik ook allemaal gebruikte normaal. Kijk eens joh. Even blazen tot ik stop zeg. Hou maar. En dan gaan we nu zien. Nou, niks in het bloed. Qua alcohol. In ieder geval. Niks uit de... Je weet wel. Speekseltest voor drugs. Kijk eens, zo een beetje zo'n ding. Even mond open, tong omhoog. Ja. Heb cocaïne gebruikt. Dat is niet goed. Dat kan ook een beetje verklaren van de zwaarheid. Je kunt hem vragen of hij met de ambulance mee kan. Hij kan op zijn knieën gaan zitten. Je kunt hem loslaten. Ik ga eens kijken of een ambulance voor hem kan laten komen. En waarom dat dan is. Dat weet ik niet. Misschien om naar zijn inrichting terug te brengen. Maar in ieder geval, nou, ik ga nu toch de video beëindigen, dus maar niet uit als er dan nog fout gaat. Ik wil jullie bedanken voor het kijken, hoop je een leuke video vonden en misschien wat minder meldingen. Maar ja, ik ga nu gewoon en ik denk dat het ook wel toch een leuke video was geweest. Laat het maar weten in de reactie en dan zie ik je over 2 dagen bij een nieuwe video. Tot dan. Doei.